NDP-parlementariër Rabindra Parmisser vraagt bijzondere aandacht van de regering voor de problemen binnen de gezondheidssector. Hij wijst erop dat de hele gemeenschap gebukt gaat onder de slechte situatie in de zorg. Haast alle ziekenhuizen luiden de noodklok. Vakgroep kindergeneeskunde de noodklok. Operatiekamers, de mensen die daar werken, de chirurgen en anderen, luiden de noodklok. De kinderartsen luiden de noodklok. En ik kan zo doorgaan, voorzitter, van alle kanten. Er is crisis binnen de gezondheidszorg. En de totale samenleving staat er gebukt, gaat daaronder, voorzitter. Het is meer dan nodig, dringend vereist. En vanmorgen mocht ik als toehoorder bijwonen, een bijeenkomst als toehoorder met de Nationale Ziekenhuisraad. Ook de directies zitten met hun handen in het haar. Er is urgent harde aanpak nodig. All over de instituten, all over de specialismen, maar ook de aanvoer van medicijnen en medische verbruiksartikelen. De crisis in de gezondheidssector heeft volgens hem veelal te maken met de brain drain. VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor de problemen binnen de sector. De brain drain. Ik heb vandaag begrepen, meer dan 200 verpleegkundigen zijn in de korte tijd hebben het land verlaten. Waardoor heel wat operaties niet door kunnen gaan, heel wat opnames niet gepleegd kunnen worden. Ach, ik kan zo doorgaan met het rijtje, voorzitter. De regering, niet alleen de minister van Volksgezondheid, zal nu actief handelen moeten optreden. Het punt van de gezondheidszorg, voorzitter, is een punt dat iedereen raakt in die samenleving. En het is goed, voorzitter, om aan te geven dat vanuit het parlement, voorzitter, en zeker vanuit het parlement, voorzitter, en er is een meeting geweest, volledigheidshalve moet dat ook aangeven, voorzitter, dat de voorzitter van de commissie een meeting heeft gehad. Maar daarna, voorzitter, na die meeting, ook een gesprek is geweest tussen u. Ja, en we gaan dat verder uitwerken. Voorzitter, en dat het parlement menens is, voorzitter, deze zaak aan te pakken. En dat misschien al volgende week, voorzitter, de resultaten daarvan duidelijk zullen zijn, voorzitter. Dank u wel, Jogi. Dit onderwerp kwam afgelopen donderdag ter sprake tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee. Vertegenwoordigers van het kabinet van de president hebben de voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie, ABOS, Howard Atencio, uitgenodigd voor een gesprek over de problematiek rond domeingronden. De uitnodiging kwam tijdens een ontmoetingsgesprek met benadeelden, waarbij de voorzitter van de Nationale Assemblee, de president en andere belanghebbende autoriteiten waren uitgenodigd. Atencio kreeg ook een oproep vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. En op boom, maar pa minister dit idade. Dan vraag ik het via u naar de president, naar de minister van GBB, zei dat met anode dat idade. Ze werd uitgenodigd door het volk. Dan moet ik je ono, want jullie zullen het meenemen. En wij verwachten dat wij aan tafel willen komen zitten met de president. Ja toch? Dat is nog een huiswerk dat aan de huiswerk, dat is nog een huiswerk. Atencio stelt dat hij de uitnodigingen zeer op prijs stelt en hoopt dat het daadwerkelijk licht in de tunnel is voor de benadeelden. De ABOS-voorzitter deelde enkele probleemgevallen waarmee de organisatie is geconfronteerd. Een gezin aan de Kaikoussi-straat te Geersvliet is ontruimd in het voordeel van een gewezen functionaris, terwijl zij toezegging hadden gekregen van de districtscommissaris dat er geen bezwaar is dat zij daar waren gehuisvest. De familie heeft de grond al ruim 20 jaar aangevraagd zonder reactie van de staat. De familie wat zo'n winiek batok, am wachtino no de ete, ontruimen even in de plaats.
afspraak bij de Wachtinono Defu KBB. Toen was het nog ROGB. Ja? Dan raken ze geconfronteerd met Ivan Christian Fernald. Suma sap ze manaman dat. Suma naman dat. Na ex-minister voor Defensie. Dat in een abribi. Dat rechterlijke macht ook jama dis afvoorkeur nu. Dat mama amak niet zo afvonnis ama mag ontruim dis ma. Maar wat mij hekel is bijna in een abriba rechterlijke macht moro. Dat je ook een pijnhoek maakt van de rechterlijke macht. Waar ik had gedacht dat de trias politica gescheiden dient te zijn. Onafhankelijk dient te zijn. En dat de maat afhankelijk. Want als Sintja Weders laat dat kies. Dan kan wel ex-minister Kabina kies nu dan. Klasse Justitie nu of in de plaats toch? Twee aanwezige benadeelden vertelden de nieuwsdienst te hopen dat de problemen worden opgelost gezien de huidige regering veel aandacht besteedt aan grondproblematiek. De parlementariërs Abu Jones en Ansari van de NDP beloofden daarna te pleiten voor de snellere aanpak van de problemen waarmee de gezinnen zitten. De wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek zal garant staan voor een versnelde aanpak bij het corrigeren van actes. Minister Bronte Sommahadjo van Binnenlandse Zaken haalde gisteren in de Nationale Assemblée aan dat het wijzigen van dit wetboek erin moet resulteren dat de dienstverlening naar de gemeenschap aanzienlijk wordt verbeterd. Factoren die een rol hebben gespeeld bij de opeenstapeling van verzoeken voor verbetering van de akten hebben onder andere te maken met de procedures die moeten worden gevolgd bij OM. Het beperkt aantal verzoeken, voorzitter, die per keer kunnen worden behandeld en het transformatiebeleid van CBB staat voor de uitdaging om de bevolkingsadministratie te laten beantwoorden aan de hedendaagse ontwikkeling met als resultaat een flexibele dienstverlening naar de samenleving toe. De bewindsman gaf aan dat ten aanzien van de dienstverlening naar de gemeenschap toe er bij bepaalde zaken gebruik kan worden gemaakt van de mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het lid Parmisser heeft ook gevraagd over de inzet van de ID mobiele unit ten behoeve van personen die beperkt zijn en niet zelf naar een kantoor kunnen komen. Voorzitter, ik kan u aangeven dat de mobiele unit wordt ingezet op verzoek van personen die dus niet in de gelegenheid zijn om zelf naar kantoor te komen voor een aanmaak van een ID-kaart. Echter, hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden gericht naar de directeur van CBB. Wat we hebben besloten, voorzitter, is dat we het aantal verzoeken nu gaan clusteren en proberen in één hit af te ronden, voorzitter. De ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams burgerlijk wetboek is gisteren met algemene 42 stemmen aangenomen. De Algemene Bond Personeel Milieubeheer, ABPM, wil dat elke veldwerker gelijk behandeld wordt. Hugo Blanker, voorzitter van ABPM, zegt dat de bond allang gevraagd heeft naar een SOR-verzekering voor alle veldwerkers. Ook moeten zij voorzien worden van veiligheidsschoenen. Echter heeft het ministerie van Openbare Werken onlangs voor maar 123 veldmedewerkers een SOR-verzekering afgesloten. En je laat een foto zien van die medewerkers die op pata zijn in Boesboesie. En nota bene met de houwer. Zo'n jonge minister, je verwacht juist die dynamiek, je verwacht vernieuwingsdrang, toch? En dan nog zijn er duizenden onderhoudsmedewerkers. En je voor 123 ga je veiligheidsgoedjes aantrekken. Is het net voor die 123 mensen die je lokt, die 123 mensen die je dupeert, omdat je autoriteit in orde maakt en je wil ze aan jouw kant? Dat is jouw land. We gaan vechten als call dat alle onderhoudsmedewerkers eerst
in aanmerking komen voor die SOR. En daarna, fase 2, zijn mensen die op kantoor zitten. Want je kan op kantoor zitten en door allerlei omstandigheden valt er een balk op je of je struikelt. Blanker zegt dat milieubeheer beter zal opereren als het verzelfstandigd wordt. Ook moeten er veel personeelszaken nog in orde gemaakt worden. Het is ook zo dat we de mensen krijgen toelagen, geen toelagen meer. Toch? Risicotoelagen. Het was een heel mooie toelage. Een heel mooie toelage was het. Het is een kwestie van, in die zin mooi, dat je mag bijna op sterven na dood liggen. Als je niet hebt getekend voor present die dag, krijg je die toelage niet. Je salaris krijg je wel, maar die risicotoelage krijg je niet. Want je hebt inderdaad op dat moment, toen je ziek was, geen risico gelopen. Ja? Maar kennelijk vindt, maar dat is iets van de vorige minister, Hassan Khan, het vorige minister. Maar daartegenover beweert meneer Hassan Khan, hij beweert het, dat hij via FISO die toelage heeft geïncorporeerd. Dus wij willen wat duidelijkheid daarom. En die verzelfstandigheid van ons houdt in dat wij dit soort dingen opvangen. Want als je dit doet voor Lanti, normale Lanti-man, dan ben je verplicht dat voor iedereen te doen. Dus we hebben geen probleem tegen die bijzonderheid, die zorg. Maar dan moet je rekening houden dat je het voor iedereen moet doen. Je moet niet discrimineren. Laat de mensen kleine 20 gulden per jaar betalen. Niet per jaar. Bedenk een systeem dat men 20 gulden per jaar betaalt. Bedenk een systeem deal met EBS of waterleiding. Dat die mensen die sociale medezeggenschap betuigen. En dat men daar 2 gulden extra per maand betaalt. Toch? Dan weet je zeker dat je veel wordt opgehaald. Nu zit de minister verklaren van geldprobleem. Natuurlijk geldprobleem als je geen visie hebt. En dan is het niet alleen deze regering die we tackelen daarop. Ook de vorige regering bouwt heeft zo'n voorstel. Maar men doet het niet. De ABPM zal zich er sterk voor maken dat de overheid inkomt voor de kosten van begrafenissen van medewerkers die tijdens de dienst om het leven komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil ambtenaren de mogelijkheid geven om met vervroegd pensioen te gaan. Volgens minister Bronte Somaharjo is het voorstel de vorige week naar de president gestuurd en het wachten is op de goedkeuring. Het overheidsapparaat is met ruim 50.000 medewerkers veel te groot. Wij hopen dat alles goed loopt zodat ambtenaren vervroegd uit de dienst kunnen stappen. Vraagstukken. Het beleidsuitvoeringsplan Public Sector Reform is naar de president gestuurd vorige week. En na goedkeuring kunnen wij doorpakken. Het is heel belangrijk. Ik blijf dat herhalen. Een goed draaiende overheid is goed voor de hele bevolking. Dus stap voor stap, beetje bij beetje, goed voorbereid. Dat is het credo van onze ministerie. Dat bewijst dit ook weer. We willen niet zomaar in die stappen. We willen goed voorbereid, gedegen onderzoek voordat wij stappen nemen. Bestaat het ambtenarenapparaat nog steeds uit 50.000 ambtenaren? Nog steeds, ja. Nog steeds. Maar wij hopen dat wanneer wij goedkeuring krijgen van de president, dat wij kunnen beginnen met het vervroegd uittreden van de ambtenaren. Vervroegd pensioen. U weet, ik heb elke vrijdag heb ik een spreekuur bij een verschillende BVB-kantoor. En de vraag ernaar is heel groot. Maar dat kost ook allemaal geld, dat leg ik de mensen uit. Maar ik hoop dat de president daar een goedkeuring geeft. Het staat trouwens ook in het herstelplan, zodat we kunnen beginnen met vervroegd pensioen van de ambtenaren die de dienst willen verlaten. Minister Somaharjo zegt dat veel ambtenaren wel belangstelling hebben om met vervroegd pensioen te gaan. Dus het wachten is op het staatshoofd om het voorstel goed te keuren. Er is heel veel demotivatie bij de dienst, dat heb ik gemerkt. Omdat er natuurlijk een periode is geweest waar mensen aladoor werden aangenomen. En dan kreeg je situaties dat jij 25 jaar op het werk bent en je verdient een x-bedrag. En Pietje komt binnenlopen en die verdient dan 3-4 keer zoveel als jou. En dat is natuurlijk demotiverend. Maar ook daar zoeken we een oplossing voor. Ook voor de mensen die net zijn binnengekomen proberen we een juiste plaats te vinden. Het ministerie heeft al 1000 mensen herplaatst bij sociale instellingen, bij scholen. En dus ik denk dat we langzaam maar zeker de problemen beginnen op te lossen. Het zijn veel, het zijn grote vraagstukken, maar ja, daar zijn we voor. Minister Somaharjo brengt wekelijks bezoeken aan verschillende afdelingen van zijn ministerie om met het personeel te praten.
De werkzaamheden van de Economische Controledienst ECD werpen hun vruchten af. Bij de laatste controles in het resort Houttuin zijn er echter niet veel onregelmatigheden ontdekt. Amina Mustakim van de ECD geeft aan dat er in sommige winkels toch prijsopdrijvingen zijn geconstateerd. Het enige dat we hier geconstateerd hebben is dat een breakfast tea, er prijsopdrijving was op breakfast tea. We zijn dan de winstmarge nagegaan en we hebben de prijs van breakfast tea dan teruggedraaid. Voor de rest waren alle andere goederen binnen de winstmarge. We hebben de lijst en basisgoederen gecontroleerd. De vergunninghouder, zijn goederen waren binnen de winstmarge. En het enige dat we geconstateerd hebben is dat er op bepaalde producten zoals een Trisoft, Triwater, geen prijsaanduiding was. De winkelier is in de gelegenheid gesteld om die direct te plaatsen in bijzijn van ons. De ECD voert regelmatig controles uit in de verschillende resorten. Bij het tegenkomen van onregelmatigheden ten aanzien van prijzen in de winkels kan de gemeenschap haar klachten indienen bij de ECD. De lening van $30 miljoen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zal het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gebruiken om het sociaal vangnet te versterken. Minister Uraikit Ramsaran zegt dat altijd wordt gedacht aan de samenleving wanneer er beslissingen worden genomen. Met deze lening kunnen vooral de kwetsbaren in de samenleving ondersteund worden, onderstreept minister Ramsaran. Want dat is ook de bedoeling van de lening van 30 miljoen. Dat de sociaal zwakkeren dan worden geholpen en dat we kijken naar de verschillende manieren hoe wij dan de samenleving tegemoet kunnen komen. Om mee te nemen in dat gedeelte is het ook heel belangrijk dat binnen onze organisatie, binnen ons ministerie, dat er ook aandacht wordt gegeven aan de ambtenaren hier binnen. Heel wat van de ambtenaren zijn naar hun toe zijn beloftes gemaakt. Een belofte maken is makkelijk, dat is één woord of één zin. Maar het naleven van die belofte, dat is het moeilijkste gedeelte. En wat wij proberen te doen is om herstel, correcties en die tegemoetkoming te geven. Het gebeurt stapvoets natuurlijk, maar we moeten wel aangeven dat er vele ambtenaren zijn die de zaken, de herwaarding, etc. die ze moeten krijgen, dat niet hebben gehad. Maar natuurlijk moeten we ook kijken van hoe lang je al daarmee zat en wat wij dan kunnen doen om gezamenlijk die correcties dan aan te brengen. Met ons beleid willen we voorkomen dat de positie van kwetsbare groepen als senioren, kinderen, mensen met een beperking en zwakke huishoudens verder verslechtert, aldus de bewindsman.